En welkom bij een nieuwe video. Als allereerst wil ik zeggen sorry dat ik de laatste tijd niet over upload. Het komt, ik heb het de laatste tijd gewoon heel erg druk met werk. Dus afgelopen week heb ik ook 6 dagen gewerkt. En dan heb ik niet zo heel veel tijd meer om te filmen. Maar ik kom nu in het onderdoos vandaan, zoals jullie misschien zien. En ik dacht, laat ik weer eens een color mousse gebruiken. Deze. Ik heb deze al een paar keer eerder getest in andere tinten. Dit is de lichtgoud blond. En ik ben benieuwd wat ik aan mijn haar ga doen. Ik hoop niet dat het oranje wordt, waar ik een beetje bang voor ben. Maar dus dat wil ik vandaag gaan doen. Dus nogmaals mijn excuses dat ik de afgelopen tijd niet zoveel heb geüpload. Ik doe mijn best. Als ik tijd heb, upload ik natuurlijk een video. Maar afgelopen tijd is het niet helemaal gelukt. Maar goed, laten we niet te veel gaan praten. Laten we snel gaan beginnen. Ik heb een wat oudere trouwen gedaan, zodat het niet in mijn kleren komt, al gaat het er wel makkelijk uit. Dit blijft 1 tot 3 wasbeurten zitten. Je gebruikt het als een mousse, een styling mousse. Alleen dan doe je het op nat haar en dan ga je het even op laten drogen of feunen. In mijn geval ga ik het feunen. Ik gebruik wel ietsjes meer als wat ik normaal gebruik bij een mousse. De eerste keer ging het een beetje mis, omdat ik het hele busje gebruik en zelfs nog meer. Dat ga ik dit keer niet doen. Maar ik kijk wel even hoeveel ik ga gebruiken. Oh, ik heb mijn haar even omhoog gedaan, de helft. En ik ga eerst dit doen. Het is dus handdoek droog is het nu. Ga ik even schudden, want je moet het even schudden voor gebruik. Dan pak ik een bolletje. Zo, deze kleur heeft het. Ja, gewoon een beetje lichte kleur, geen wit. Dan deel ik het gewoon een beetje in mijn haar. En op de grond. En dan pak ik nogal een beetje. Want ik vind het, ik weet niet, ik vind het voor mijn gevoel anders zo weinig. In principe zou het voldoende moeten zijn. Ik heb ook die andere tinten werden gedaan. En toen werd mijn haar bij grijsachtig. Met mijn handen helemaal paars. Nou, dat doet deze niet. Het geeft niet echt wat af. Ja, een beetje oranje. Ja, je ziet niet echt wat nu, hè. Het is ook echt niet bedoeld om je haar te verven. Het is geschikt voor middelblond haar. En dat heb ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk om te kijken wat het met mijn haar doet. Maar ja, het is gewoon een beetje je haar. Stel je hebt het geverfd en je wilt het een beetje bijwerken en zo. Of mooi houden, dan kun je het wel gebruiken. Het is niet bedoeld om je haar te verven. Maar goed, ik vind het wel leuk om maar even uit te testen. Zo, dan ga ik nu het bovenste gedeelte gebruiken. Want ik ga dit ook gewoon op mijn hoofd een beetje masseren. Dat doe je normaal natuurlijk niet met een normale mousse om je haar mee te doen. Ik heb verder trouwens ook geen make-up op. Ik kom gewoon rechtstreeks van de douche vandaan. Ik denk, oh, ik heb nu wel tijd om even een video te maken. Dus toen dacht ik, laat ik dat maar gelijk gaan doen. Ja, dan kan ik me wel weer helemaal op gaan maken voor de video. Maar ja, oh, dat vind ik dan ook weer zo'n zonde. Want hierna ga ik toch gewoon bijna op bed. Oh, het ligt ook een beetje op de grond, zie ik. En daar heb ik straks wel even wat. Nou, ik doe er nog een klein beetje van in. En dan, vind ik het wel goed, denk ik. Ja, daarom, ik vind het wel vrij lastig. Bij verf maak je gewoon het potje op. Maar de eerste keer dat ik dat deed, ja, dan werd je haar gewoon helemaal plakkerig van. Ja, maar je ziet namelijk ook niet echt verschil. En misschien doet het dus ook wel niks met mijn haar, hoor. Maar ja, misschien ook wel. We zullen zien. Zo. Nou, ik denk dat het zo al genoeg moet zijn. Zo. En dan kan je het nu dus laten opdrogen of je gaat het feunen.
En ik ga het even feunen. Nee, ik ga eerst even de vloer schoonmaken. Gefumpt en even doorgekamd. Ja, en of ik nog verschil zie, weet ik niet helemaal. In ieder geval niet veel verschil. Het is bovenop wel wat plakkerig, maar het is ook niet helemaal droog. Ja, wel zo goed als. Het voelt wel een beetje plakkerig aan weer. Dus heb ik toch te veel in gedaan. Dus ik ben ook een beetje verkouden. Ik heb wel het idee dat er misschien iets meer gouden gloed overheen is. Ja, het is een beetje lastig te zien ook op de camera, denk ik. In ieder geval niet veel verschil. Nu was het ook niet voor mijn haartype, maar weet ik ook niet of het dan echt wel wat doet. Ja, dus als je het echt zelf wil uitproberen. Ja, heel veel doet het niet met je haar. En ja, het maakt wel iets plakkerig. Ja, verder. Ik denk dat het een kleine verschil is, maar niet heel groot. In ieder geval, ik zou het denk ik niet weer kopen. Ik denk niet dat het voor mijn haar in ieder geval iets toevoegt. Nee, hierop is het gewoon heel vies eigenlijk wel. Alsof ik moet wassen terwijl jij hebt het net gewassen. Dus nee, ik wil het niet weer kopen. Mijn handen, hier zit het ook nog een beetje. Ik weet niet of je het kan zien. Maar goed, dat kan ik het zo afwassen. Ja, verder, ik vond het heel erg leuk om een keer uit te testen. En ik heb nu verschillende gedaan. En misschien als het echt voor jouw haartype is, of jouw haarkleur, dat het dan iets doet. Maar, ja, nou ja, goed, op de achterkant kan je ook wel zien dat het niet heel veel verschil is. Het maakt gewoon net iets lichter. En, ja, misschien bij anderen dat het beter werkt. Of misschien valt het bij mij gewoon minder op, ik weet het niet. Ik koop het in ieder geval niet weer, maar ik vond het wel leuk om een keer te doen. Hebben jullie nog andere ideeën wat ik misschien een keer uit kan testen? Iets met haar, maar ook andere dingen. Laat het dan even weten in de reacties. Maar voor nu wil ik de video afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel terug bij een volgende video. Doei!